Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Wijn Plus Koken. Vanzelfsprekend vanuit keuken van restaurant de Vierlinden in Vierlingsbeek. Ja. Wouter. Welkom. Het voorjaar is begonnen. Inderdaad. De lammetjes die lopen alweer bijna in de wei, of helemaal. Het groeit, het bloeit. Wat ben je van plan voor het voorgerecht voor vandaag? Nou, het voorgerecht vandaag hebben we een verse zalm heb ik hier liggen op de snijpank. Die gaan we lekker marineren met verse mooie groene kruiden. Dille, bieslook, basilicum. Daarbij gaan we, omdat het aspergeseizoen natuurlijk ook aan zit te komen, een lekkere mousse maken van groene asperges. Die serveren we daar lekker bij. Te vroeg voor wit eigenlijk nog, hè? Juist. Dus groen is natuurlijk het hele jaar verkrijgbaar. Dus ja. Het is nou perfect om die er nou een mooi rechtje van te maken. Dus, mooi. Dan ga ik daar een fijne wijn bij selecteren. Dus veel succes. Prima. Zo, dan gaan we als eerste beginnen met de zalm te marineren. Ik heb hier één zijde liggen. Nou, die is mooi ontgraat, ontschubt. Dus daar kunnen we mooi mee aan de slag gaan. Wat belangrijk is bij marineren, is dat we hem ook vocht onttrekken. Daardoor is hij ook iets langer houdbaar. En dat doen we met zout. Dus we bestrooien de zalm met flink wat zout. Het lijkt veel zout, maar doordat eigenlijk het vocht uit de zalm komt, loopt het zout weer van de zalm af. Nou, aan de zalmzijde is ook al een vette kant. Die snij ik hier weg. Dat is niet zo lekker. Nou, zoals jullie zien zit de huid nog op de zalm. Dat is dadelijk met trantjes snijden van die zalm is dat dadelijk makkelijk. Ik leg hem dus ook op een plateau, want het vocht loopt er meteen af. En als we hem dadelijk laten marineren in de koelkast, dan is dat natuurlijk niet zo prettig. Ik heb viskruiden. Suiker. Kun je ook honing voor gebruiken of gembersiroop. Grove mosterd. Gewone mosterd. En dan gaan we deze uitsmeren. Basilicum pesto. Dus basilicum, olie. Parmezaanse kaas, pijnboompitjes. Fijn gedraaid. Kun je ook in de supermarkt zo kopen. Zo. Citroensap. Belangrijk dat jullie er geen pitjes op leggen. Zo. En dan de kruiden. Nou, wat altijd lekker is bij vis, is dille. Kervel vind ik meer een kruid voor bij vlees. En dan hebben we nog. Let wel altijd op dat de kruiden goed gewassen zijn. Bieslook snijden is ook belangrijk dat je een scherp mes gebruikt. Anders hoor je de bieslook kraken. En dan gaat de bieslook eerder rotten, zeg maar, gaat het stinken. Nou, dat zou natuurlijk de houdbaarheid van de gemarineerde zalm ook
wat korter maken. En peterselie. Even goed mengen. Zo, laten we deze even lekker marineren. Het beste is om deze gewoon een uurtje of 24 zo in de koelkast te zetten, dat de smaak lekker in de zalm kan trekken. Dus Zo, dan gaan we beginnen met de mousse. De zalm ligt in de koelkast te marineren. Ik heb groene asperges. Nou, de kontjes snijden we er vanaf. Groene asperges zijn ook iets bitter natuurlijk. Bitterder dan gewoon asperges. Nou, groene asperges hebben ook de kleur omdat ze daglicht gezien hebben. Deze gaan we schillen. Schillen is natuurlijk ontzettend bitter. Nou, schillen is niet per se nodig. Je kunt ook gewoon eventjes deze stukjes eraf halen. En blancheren kun je mooi als decoratie gebruiken. Ja, dan ziet het er iets. Maar aangezien we ze toch gaan helemaal gaan koken en gaan pureren voor de mousse, kunnen we de schil wel beter verwijderen. Nou, groene asperges zijn in de supermarkt, dat is ook gewoon het hele jaar verkrijgbaar. Nou, dan snijden we ze eventjes mooi klein. Dat scheelt een hoop in de bereidingstijd. Deze snijtechniek heet overigens Chinoise, als je hem zo schuin wegsnijdt. Je kunt ze natuurlijk ook lekker zo bakken en over een salade heen doen. Zo, de asperges heb ik gesneden. Boter gaat in de pan. Flink wat roomboter. In die roomboter doen we daar een rode ui. Nou, die moeten we aanfruiten. Dus dan gaan we hem even snipperen. Teentje knoflook. Asperges. Nou, we hebben dadelijk, als we dus een mousse maken, dan willen we hem ook lekker luchtig hebben. Nou, aangezien we dit, hier gaan we eigenlijk de melk en de room aan toevoegen, de slagroom gaan we niet opkloppen. We gaan hem wel binden met de gelatine. Nou, ik heb hier twee blaadjes gelatine. Die gaan we in het koude water laten weken. Dat hij mooi zacht wordt, want zo kunnen we hem niet bij de warme vloeistof toevoegen. Daar moet hij wel voor geweekt zijn dus. Als we die daar eraan toevoegen, moet het wel 100 graden zijn. Dan moet het vuur uit. Stel dat hij weer gaat koken, dan verliest hij de mengkracht. Nou, dat zou natuurlijk zonde zijn van de mousse. Verder voor het luchtige gaan we eiwit opkloppen. Daarvoor heb ik twee eieren. Nou, die gaan we even splitsen. Makkelijkste natuurlijk om die daar op te kloppen is in een keukenmachine. Kan ook met een handmixer. Keukenmachine gaat iets beter.
Dat is ongeveer een 60 gram eiwit. Een eiwitje weegt 30 gram, eidooi 25 gram. Ja. Bij de CA is het ook leuk om te gebruiken of op een lekker stukje gebak. Wat suiker toevoegen, opkloppen. Dat is leuk als decoratie. Zo, het eiwit is mooi stijf nu. Nou, als die er niet uitvalt, dan is die prima. Ik heb de melk en de room bij de groene asperges gevoegd. Lekker laten koken en met de staafmixer fijn gedraaid. Zoals je ziet, is het nou een mooie groene massa. Hij kookt nu. Ik voeg de gelatine toe. Vuur zet ik uit. Dan lost de gelatine mooi op. Gelatine wordt trouwens gemaakt van varkenshuiden. En het merg in koeienbotten. Deze is in de winkel ook agar-agar te koop. Dat kun je ook gebruiken als bandmiddel. Ja, dan moet hij even terugkoelen. Nou, de massa is mooi teruggekoeld. Nou, dat kun je altijd zien als je een lijntje kunt trekken door de vloeistof. En hij loopt niet meteen terug, dan is die mooi teruggekoeld. Nou, de eiwit spaten we door de spraymassa heen. Niet met een gaten, want dan klop je de lucht er weer uit. Dus dit dus niet in de keukenmachine doen, maar even maar beleid. Eiwit moet ook goed weg zijn. Dus heb je er daar klompetjes in. Ja. Laten we hem nog eventjes een kwartiertje opstijven. En dan kunnen we mooi het gerechtje opmaken. We kunnen het gerecht af gaan maken. De mousse is mooi stijf. De zalm heeft lekker gemarineerd. Ik heb die gisteren ook al eens gemarineerd. Zodat die al lekker goed van smaak is. Dan gaan we mooi snijden op de huid. Nou, koopt u een moot zalm zonder huid, dan kan je dat ook gerust snijden. Maar ik zou een beetje schuin wegtrangeren. Mooie grotere plakken. Kruidenkant naar buiten. Lekker frisée salade. Maak er een lekker kruidensalade van. Een kervel. Wat dille. Een aantal aspergescheuten. Nou, belangrijk is om er ook een lekkere dressing bij te doen. Nou, we gebruiken nu een dilledressing of een saffraandressing. Wanneer we in de supermarkt zijn, voldoende dressings die bij vis passen. Een aantal zonnebloempitjes. En dan de mousse. Nou, die mousse kun je natuurlijk ook in glaasjes storten. Dus als je een paar leuke kleine glaasjes geeft, kan de mousse daar en stijft die op ook hartstikke mooi. Nou, ik kies er nou voor om een mooie kanellen te maken met een lepel. En die op de salade neer te leggen. En dan is mijn voorgerechtje klaar zo. En dan zal Jan zo komen met een lekker wijntje. Zo Jan. Ah, prachtig Wouter. Mooi eindresultaat denk ik. Ik heb een wijn geselecteerd uit de Loire, uit Frankrijk. En het mooie aan deze wijn, je ziet het eigenlijk al een beetje aan de oranje capsule en het kroontje.
Dit is van de lijn Hollands Vakmanschap. En ja, de naam zou eigenlijk zeggen, hè, die vermoedt eigenlijk dat het een Franse wijnmaker is. Charles Loupard. Franser kan het eigenlijk niet. Maar Charles die komt van oorsprong uit Brabant. En die is met een aantal vrienden is hij een wijndomein begonnen in de Loirestreek. De streek van Sauvignon Blanc. De bakermat van Sauvignon Blanc. En ja, hij was zelf altijd fan van die variëteit, van die druivensoort. Hij maakt er nou fantastische wijn mee. Een droge wijn, maar toch met een lichte fruitigheid. Wat wel denk ik heel erg mooi past bij de zalm, maar zeker ook bij de salade. En het aroma van deze wijn riekt ook een beetje naar asperges. Dus dat is natuurlijk een hele mooie combi met die groene asperges die er natuurlijk in zitten. Maar een hele fris, droge wijn bij een heerlijk voorjaarsgerecht als dit. Ja, gouden combinatie. Dus Charles Loupard, Sauvignon Blanc, uit de Loire-streek. Gemarineerde zalm. Aspergemoes. Mooie combi. Zo kun je het voorjaar wel beginnen, denk ik, Wouter. Zeker, zeker. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer bij Wijn plus Koken. Tot de volgende keer, bedankt.